Is dan een ontlaadweerstand? Ja. Als we hem los willen halen. En wat is nou? En dan kun je de actualiteitscifra doen. Maak je nou een foto? Nee, je ziet gewoon. Ja, hij scant de ruimte en herkent hij dat daar een elektromotor zit van de 1V, want dat is een veld. En dan kan ik daar al informatie van halen. En dat kan ik dus eigenlijk met alle onderdelen. Ik kan de voorkant scannen, ik kan de zijkant scannen. Ik kan er ook zeggen.
Als die auto nou staat te lopen, ja. Ze zijn met meting bezig, ja. Kunnen we die meting ooit wel hiervoor, met leerling. Ja, dat kan je vaststellen, dat kan u kijken, wat is er nou gebeurd? Is hij daar bezig, ja. Zet je hem vast, en als je dan met je theorie lesing hebt, je hebt over sensoren en actuatoren, bijvoorbeeld, ja. Komt er vanuit, dat ze dingen niet, terwijl hij wel bezig is, en je hebt toch je les er ook afgestemd dat je daar bezig bent, ja. Dan zet je gewoon zo'n beeld in vast en dan kun je die beeld ook direct naar de leerling deur nemen. Het is natuurlijk fantastisch dat we vandaag met z'n allen in deze school zijn en dat hij er eindelijk staat. Na 6 jaar staat hij er gewoon en daar zijn wij hartstikke trots op. Alles glimt, alles is nieuw, alles heeft een moderne en mooie uitstraling en als je op de tweede verdieping bent, dan kijk je op het circuit. Nou, welk hart gaat daar niet sneller verkopen? Het geeft ons, wat ik al zei, een geweldig gevoel. Maar, zo u als ondernemer weet, is een mooie winkel niet genoeg. Je kunt een prachtige showroom hebben, een mooie winkel, je krijgt hartstikke veel kijkers, maar de vraag is naar hoeveel je verkoopt. Dat is wat wij hier ook hebben. We hebben een mooie winkel, maar nu moeten we de kopers nog zien te vinden. Of tenminste, degene die ons willen helpen om het uit te baten. En dat moet hier neergezet worden. En wat hebben we daar dan voor nodig? En wat bieden wij dan extra? Waarom komt die klant onderzoeksdingen heeft? Of als iets uit elkaar wilt laten halen waar u niet de tijd voor heeft om ons dat hier te brengen, zodat onze leerlingen dat kunnen doen. Daarnaast hebben we hierachter natuurlijk het onderwijsleerbedrijf. En wij willen heel graag dat u als bedrijf auto's levert die onze studenten kunnen maken. Duurt allemaal wat langer, maar onze studenten kunnen er geweldig veel van leren. Daar hebben we u heel erg voor nodig. Het derde wat we nodig hebben is hele gemotiveerde leerlingen. Leerlingen die verder willen kijken dan het vak alleen. Die na willen denken over vernieuwingen, maar ook door transfer kunnen maken naar andere dingen. En het bijzondere is, we hadden gepland in 3-4 jaar deze school vol te krijgen. 250 leerlingen. Nou, we hebben ons een beetje verrekend, want we hebben er dit jaar al over de 300. En het punt is dat we dus eigenlijk nu al vol zitten. En ik denk dat we volgend jaar in de situatie komen dat we tegen leerlingen moeten zeggen, als je je aanmeldt, heb je geen gegarandeerde plek. We hebben alleen maar plek voor die jongens die gemotiveerd zijn, die iets nieuws willen en die er echt voor gaan. Het vierde, we willen ook graag dat u gebruik maakt van onze voorzieningen. Nou, ik neem aan dat u allemaal onze vermogensbanken al gezien heeft. Ik weet ook dat de meesten van u die niet hebben. Maar wij gaan straks wel open voor u om het te gebruiken als u dat wilt. Dus wij willen ook graag dat u gebruik maakt van onze kennis,
van onze materialen en dat we op die manier als bedrijven onderling ook kennis uitwisselen. Jan Stevens, mooie pak. Henk Vennis, eveneens mooie pak. Edwin Kemper. Edwin, ja. Dan voor de BBL heb ik maar één naam, Roelof Dari. De instructeurs in de werkplaats, dat zijn Jan Brouwer en Bert van Lakenveld. Dat ziet u ook aan de mooie t-shirts die ze aan hebben. En onze leerlingen krijgen dus niet alleen de vakken, maar die krijgen ook de AVO-vakken, zoals wij dat noemen. De algemeen vormende vakken. En dat is ook belangrijk, want ze moeten ook Engels, Nederlands, rekenen en burgerschap leren. Dat moet van het ministerie, maar het is ook wel handig als je later eens in het buitenland wil. Daar zijn de docenten voor Sjoerd, maar die heb ik niet gezien. Harry Rob, die geeft Nederlands en burgerschap. Roy van den Berg, onze autoliefhebber die Engels verzorgt. En Arjan Veldkamp, die rekenen verzorgt. Arjan is er ook niet. Dan hebben we ook twee dames gelukkig in te houden. Dat zijn onze administratieve medewerkers, maar die heb ik niet gezien. Als beleidsmedewerker onderwijs wil ik als eerste het Drenthe College in of andere hartelijk danken dat ik wat zendtijd krijg hier. En ook vandaag, niet twee dagen terug, want vandaag bent u hier. Mijn achterban, zou ik zeggen, de ondernemers voor wie ik dag in dag uit probeer het beste onderwijs voor elkaar te krijgen. BOVAG, u kent ons allemaal waarschijnlijk van het